Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van mij. En vandaag is het deel 3 van Survival Craft seizoen 2. En mensen, ik heb de allerbeste shaders pack kunnen vinden. En deze heet Zeus, afgekort. En hij is zo dik. Ik zal naar de... ik zal een link in de beschrijving neerzetten naar het forum van de shader. Want... kijk dit dan. Dit is zo, zo dik. Als het daar gaat regenen, het zal misschien niet gaan regenen, misschien wel. Dan is het echt gewoon realistisch regen. Je ziet minder goed. En ik weet je wat? Ik zal het eens even laten zien. We gaan even naar Open to Land. We zetten de cheats op aan. En ik typ in slash weather. Weather. Kom op, weather. Kom op. Weather rain. Dan moet je maar eens kijken. Het gaat regenen en je ziet, alles wordt vaag en toch regent het. Tja, je ziet hier allemaal regendingen vallen. En dat is zo dik hieraan. Nou, ik zal weer weer zal ik weer even veranderen. En je ziet, oké, het begint al nacht te worden. Dat vind ik wel jammer. Ik laat het nog even in de land staan. Want ja, anders moet ik deze land weer afsluiten en zo. Daar heb ik geen zin in. Dus wat we gaan doen is gewoon even slapen. Dat kan dan volgens mij gewoon. En dan kunnen we weer gewoon verder bij de volgende dag. En dan kunnen we echt gaan beginnen met deze aflevering. Want ik heb natuurlijk jullie nou geshowt hoe deze resource pack eruit ziet. Het enige... nee, de shader pack. Het enige jammer eraan is dat de zon heel scherp is. Echt heel scherp, maar... op zich is hij helemaal niet eens zo erg. Oké. Dus vandaag wil ik... ik denk echt een mijn gaan zoeken. Een goede mijn gaan zoeken. En dat gaan we doen met... oh shit. Hoezo ben ik gecreative? Wat is dat nou weer? What the fuck? Hoezo zat ik gecreative? Fucking fuck. Dat wil ik niet hebben. Het is survival craft. Kom op zeg. Dus we gaan even deze kant oplopen. Ik ben nog geen één keer hierin geweest. In deze kant. Dus dan gaan we even kijken wat dat te vinden is. En ik moet zeggen, deze shaders pack is echt ongelooflijk mooi. Het zorgt er ook echt voor dat Minecraft er super realistisch uitziet. En het maakt het een heel nieuw spel. Ik hoop dat het in de... hoe heet het nou? Wacht, ik ben alweer iets vergeten. Ik hoop in ieder geval dat het in de caves een stuk mooier is. Of in ieder geval niet zo donker is. We gaan even een stukje teruglopen naar mijn chest. Want ik ben mijn toortjes namelijk vergeten. Dus die gaan we even pakken. En ik zelf ben echt bijna verliefd hier op deze shaders pack. Het enige wat wel jammer is. Je moet echt een dikke computer hebben. Wil je die shaders echt een beetje fatsoenlijk kunnen runnen. Wat is dit? Waar zijn mijn toortjes naartoe? Of had ik er maar zo weinig? Dan gaan we eens even wat stikjes maken. Maken we er gewoon 8. En wie weet dat er hier toevallig 8 in zitten. Dan pakken we er 4 van. Want we gaan er in ieder geval vanuit dat we een cave gaan vinden. Ook al gaat het heel lang duren, dat maakt niet uit. Want ik wil graag toortjes hebben. En daarmee zien jullie wat, zie ik wat. En dat is dus een win-win. Dan gaan we dus terug naar waar we net waren. Het water ook, onder water is ook heel leuk. Je ziet ook, het is best wel donker onder water. Maar het is wel een heel realistisch effect. En dat hebben ze heel mooi gedaan. Oeh, wacht eens even. Ik heb iets. Ik ga eens even wat doen. Oeh, shit, verkeerd. Kom op. Kom op. Ik zet de wolken aan. En de wolken hadden ze volgens mij in deze shaders pack hadden ze de wolken veel vetter gemaakt. Ik merk er nu nog niks, niks van. Misschien dat het komt omdat het gewoon niet werkt bij deze texture pack. Maar de bedoeling was dus dat de wolken echt super realistisch zijn. Ik kan even kijken of het, ik zet de wolken wel weer gewoon, ik laat ze gewoon lekker aanstaan, maakt het uit. We gaan gewoon weer verder en ik kan het 100.000 keer blijven zeggen, maar deze shaders, het maakt het een heel nieuw spel. Hierdoor is Minecraft echt 10 keer leuker. Want ja, ik ben wel iemand, ik hou ervan als een spel er goed uitziet. En ik haat erop als een spel gewoon echt lelijk is. Wat me dus ook opvalt hier in deze landjes is dat
dit hier, de mossy cobblestone, echt, of mossy stone was het, heel veel te vinden is. En dat vind ik enigszins apart. Maar nee, ik denk dat ik toch even die clouds uitzet. Gewoon omdat er dan volgens mij schaduwlijkjes zijn. Oh, is het water niet zo diep? Ik ben ook even goed aan het kijken of er iets te vinden is. Hier. Ik kan in ieder geval nog niks vinden. Ik zie in ieder geval nog niet zoveel. Wel mooie schaapjes en een mooie bos hier, wat ik echt gewoon helemaal kapot kan kappen. Maar dat ga ik nu niet doen, want daar heb ik nog geen zin in. Maar ja, Kees zijn hier niet echt te vinden. We hebben er al eentje gevonden en dat was vorige aflevering, hadden we gewoon een cave gezien. En hier niet echt. Het kan misschien zijn dat ik het helemaal de verkeerde kant in ben gelopen, maar ik denk niet dat dat het geval is. Dus wat we gaan doen is gewoon een stukje verder lopen. Het enige jammer hieraan is dat ik nu wel de hit tijd op 30 frames per second zit met opnemen. Dus dat is echt best wel frot. Misschien dat ik even mijn render settings, of in ieder geval mijn render distance, een stukje minder doe. En dit kan je volgens mij vrij weinig aan veranderen. Kijk eens aan. Het runt wel smooth. Oké, dat is super fijn. Ik hou ervan als lekker. Oh, dit is zo fijn. Ik voel dat het 60 fps runt. Dat is echt fijn. Dat is je muis ook gelijk wat handig. Dan gaat het allemaal vanzelf. Dus ja, hier valt dus qua caves vrij weinig te vinden. Ik blijf gewoon lekker doorlopen. Kunnen we ook gelijk zien wat deze wereld, of in ieder geval wat deze seed, ons te brengen heeft. En ja, ik zou heel erg teleurgesteld zijn als we vandaag gewoon echt geen cave vinden. Maar hier zie ik verandering. Want hier zie ik namelijk een cave. En het is geen kleine cave. Het is nog best wel een grote cave. En hier, dit serieus is voor mij ook zwart. Ik zie hier echt niks. Dus we gaan even kijken tot hoe ver deze cave loopt. En onderweg ga ik dus even wat toortjes neerplaatsen. Nou, het is in ieder geval een leuke gang met allemaal kool, zag ik. Oké, hier loopt hij dood. Dus dan gaan we even de kool hier hakken. Oké, dit is wel enigszins jammer aan de shaders pack dat het wit is als je iets molt. Of is... Lol, dat is zondicht. Fuck. Het is nog een beta van de shader pack. Want in 1.7, ik weet niet hoe ze erbij zijn gekomen, maar is het heel lastig om een shader... iets met shaders te doen. De shader mod is ook een beta. En verder. Het werkt. Dus over het grote deel werkt het wel gewoon. Het ziet er prachtig uit. Het enige jammere is dus dat bijvoorbeeld de schaduwen niet 100% zijn. Maar dat heb je altijd met die shaders. Dat de schaduwen niet helemaal 100% zijn. Maar wat je dus ook hebt is dat nu dus de kleur van het stenenbreken wit is. Of in ieder geval ja, lichtblauw. Kan je het meer noemen. En dat is dus gewoon zonlicht. Dan kan je dus mooi ondergrond kijken. Hé, waar is de zon? Want volgens mij zat die hier ongeveer. Ja, ik kan het nou niet kijken omdat ik niet onder de kool zit. Terwijl ik aan het hakken ben. En ik ben al level 5. Hey. Wat is dit? Dirt? Ja, ik denk het wel. Even eten. Zo. Nou, dan gaan we hier nog even de kool hakken. Dan hebben we alweer zat kool en dan kunnen we daar lekker veel toortjes van maken. En dus ook gewoon veel kool gebruiken in de fornuis. Want ik zelf ben niet iemand die graag hout gebruikt voor het koken ervan. Ik vergeet het meestal ook altijd dat je het kan gebruiken, hout, gewoon in een furnace. En dat vind ik dus eigenlijk wel grappig. Dat ik dat eigenlijk altijd vergeet. Ik was het ook echt serieus nu. Niet nu, maar vorige aflevering was ik eigenlijk ook alweer vergeten. Dat ik gewoon alle kool kon gebruiken voor de toortjes. En daarmee de 3 stacks hout die ik nog in mijn inventory heb. Dat ik die gewoon ga gebruiken als kool in mijn fornuizen. Op zich is dat helemaal niet zo erg. Ik ga er gewoon. Ik gebruik eigenlijk altijd kool ervoor. Dat vind ik het leukste. Vind ik het chillste. En we gaan nu even kijken of hier nog iets te beleven is. Nee, hier is niks. Dan gaan we hierheen. Dan gaan we naar beneden. Dan gaan we het. Ja, hoe ga ik het noemen? Niks eigenlijk. Het is zo te zien best wel een grote cave. In ieder geval, ik zie wat vage schaduwen. En ik zie al een creeper. Die zichzelf... Oh, die knal ziet er cool uit. Die zichzelf heeft opgeblazen.
Ik hoorde ook een zombie, maar ik denk dat hij een stuk naar beneden is. En dat wil dus zeggen dat deze cave niet al te klein is, maar wel gewoon lekker groot. En dat vind ik fijn. Eens de jammer aan deze texture pack is dat ik vrij onbekend ben met de... hoe de grondstoffen eruit zien. Zoals iron. Ik weet toevallig wel hoe iron eruit ziet. Dat is dit dan. Van die kleine granen dingen lijkt het wel. Maar het enige jammer is dus, ik weet niet hoe redstone en zo en diamond, hoe dat eruit ziet. Maar dat zullen we vandaag eens wel zien. Het zal helemaal niet eens zo erg zijn dat ik dat niet weet. Want het valt toch wel een beetje op dat de stenen wel wat anders zijn dan de cobblestone bijvoorbeeld of de stone. Maar ik denk dat we dus even wel een tijdje kunnen gaan blijven in deze cave. Ik weet niet of dat één aflevering wil blijven. Ik denk wel twee. Gewoon om echt de gehele cave al meteen te hebben ontdekt. En ook echt alles eruit te hebben gehaald. Want dat moet ook wel echt gebeuren. Ik hou er nooit van als ik een cave in ben geweest. Dat ik er dan na een tijdje nog een keer in moet. Om te kijken, heb ik er nou eigenlijk alles wel uitgehaald. Dus dit stuk hebben we gehad. Van de cave. En hier hebben we eigenlijk wel alle benodigde of alle nuttige dingen eruit gehaald. Dan denk ik dat we best een soort van duidelijk pad moeten gaan maken. En je ziet nu ook de schaduw zit zich te verplaatsen. En je kan hier ook zien dat de zon die zit hier ongeveer. Dus dat is het enige nadeel hier aan. Verder zitten hier ook wat mushrooms. Volgens mij zie ik hier wat waterstromen. Ja. Dat is inderdaad groen, lelijk cavewater. Volgens mij hebben ze het ook expres groen gemaakt omdat het in een cave is. Het kan ook zijn dat het gewoon puur door het licht komt dat het groen is. Maar het ziet er best wel grappig uit. We gaan deze zombie even killen. Ik hoor nog een andere zombie die mij wil gaan pakken. Of die zit er nog een stuk... Oh, die zal hier ergens... Ja, kijk, daar hebben we hem al. Hallo. Nou, hier zit ook weer een hele lange gang. Maar ik ben out of torches. Nee, toch niet. Helaas. Helaas. Gelukkig. Ik zat even verkeerd met mijn woorden dingen. Gelukkig hadden we nog wat stikjes bij, want ik had er 8 gemaakt. En daardoor kan ik nu dus weer wat meer torches maken. En dan hebben we weer een lading torches. En wow, deze zombie die vindt het leuk om te gaan mappen. Dat vind ik niet leuk. Dus, fuck die zombie. Nou, we krijgen een ander leuk kleurtje bij iron, namelijk blauw. Hoe komt dat nou? Het is nacht. Hey, het is nacht. Ik zie dus ook bij die ingang daar dat het wat donkerder is. Het is nu gewoon nacht. En daarom is dus dit blauw. Op zich wel grappig, dan weet je wanneer het nacht is en wanneer het dag is. Dat is het enige voordeel eraan. Verder is het niet al te handig. Volgens mij kan je nu ook coal blocks maken. Dus dan kunnen we dat gebruiken misschien voor een keer om wat te bouwen. Voor het geval we te veel coal hebben. Gewoon coal te veel. Geen geld te veel. Nee, coal te veel. Kunnen we nu eigenlijk meteen al doen. Ik weet niet zeker of je dat zo kan maken. Nee, dan moet je echt in een crafting table doen. Dus dan gaan we hier even wat torches neerzetten. En dan gaan we dit gangetje even... kijken tot hoe lang het gaat. Het gaat in ieder geval mooi rond. En ik eindig even hier. Want anders raak ik daar echt verdwaald. Ik moet niet te snel door deze hele cave gaan. Want ik haat het als ik verdwaald ben. En dan ga ik meestal gewoon recht omhoog diggen. En dan kom ik wel ergens uit. Maar ik vind dat helemaal niet zo leuk. En dan is de kans ook groot dat ik gewoon mijn huisje kwijt ben. Zit niet al te veel in die chests. Maar dan nog, het is niet zo handig als je huis kwijt bent. En dan kan je wel eigenlijk een beetje opnieuw beginnen. Maar dat is niet het geval. Ik ga gewoon lekker relaxed en rustig aan door deze cave heen. Om ervoor te zorgen dat ik niet verdwaald raak. Ik zag hier ook wat iron hangen. Kijk eens aan. Valt wel mee hoeveel iron hier zit. Ik moet zeggen, er zit altijd... In een cave zit altijd wel veel kool. Maar de iron die hier zit is echt vrij weinig. Ik heb nou nog maar 14 iron. En ze zitten alweer bijna aan de 2 stacks kool. En voor mij is dat veel. Ik zelf ben echt een beetje een survival noobje. Dus voor mij is dat veel. 2 stacks. In ieder geval voor hoe lang we nu al bezig zijn met survival craft.
En dat was echt net 3 afleveringen. En what the fuck is dat? What the fuck is dit voor iets? Holy shit, die dingen zien er eng uit. Een fucking Enderman. Holy shit. En je ziet ook, het is fucking donker. Ik ga eerst even slapen. Misschien zijn mijn spullen dadelijk weg. Maar, wow, gek. Dat ding zag er echt eng uit. Nou, oké, nu moeten we dus even snel gaan rennen naar die cave toe om mijn spullen te gaan redden. Ik weet dat we meer deze kant op zijn gelopen en voor mij, mijn richtingsgevoel is best goed. En ik weet dat wij hier ergens heen zijn gegaan. Hallo, creeper. Dat hier ergens de cave is. Dat kunnen we misschien ook wel zien door licht ergens. Volgens mij zijn we nog een stuk verder gegaan, want ik zie hier al die... Als het goed is... Oh ja, hier is het volgens mij al. Denk ik. Dit is in ieder geval al een uiteinde van een, misschien een andere cave. Of dezelfde cave. Want ja, hier is het, denk ik. Ja, we zien hier al wat toortjes hangen. Mooi. In ieder geval, ik zie hier al wat toortjes hangen. We waren dus hier in. En dan gaan we dus hier... Waren wij dood. En... Hier zijn onze spulletjes. Hebben we alles? Nee, we hebben nog niet alles. Zien. Zwaardje hebben we. Dan kwam de torch. Dan kwam het vlees. Nee, eigenlijk eerst het vlees, dan de torch. Dan de pickaxe. Die hadden we 2. Oké, ik mis mijn shovel. Hier is nog wat. Dat is de iron. Die zaten in inventory. Ik gooi je wel, zombie. Oké. De axe. Ik dacht dat ik een shovel mee had genomen. Misschien dat die hier naar beneden is gevallen. Oh ja. Pak dat wel op. Kijk, daar hebben we hem. Oké, dat waren volgens mij al de spulletjes. Die we hadden. Toch wel jammer dat het zo gegaan is. Dat ik nou al voor de eerste keer dood ben gegaan. Ik zal nog even deze iron hier hakken. En dan ga ik even terug naar mijn huisje. Ik vind het altijd leuk om terug te gaan naar mijn huisje in een aflevering. Nee, weet je wat? Dat gaan we niet doen. We gaan daar volgende keer gaan we gewoon weer verder in de cave. Kan ik mooi mijn LAN even afsluiten. En dan kunnen we daarna, kan ik daarna weer verder gaan. Met Survivorcraft. Eens zien. Als het goed is hebben we nu hier alles gehad. We zijn even kijken naar boven. En dan naar die kant zijn we geweest. En ja, laat maar even achter wat jullie vinden van mijn nieuwe shaders pack. Ik vind hem helemaal geweldig. Met deze texture pack erbij is het echt de survival scene. Of ja, oké, dat klinkt heel raar. Maar het is echt het survival gevoel. Ik vind het leuk. En ja, het is ook echt prachtig. Het enige jammer eraan is dit dan. Dat het licht, of in ieder geval de kleur van het breken van een blokje heel apart is. Verder, hebben jullie deze aflevering leuk gevonden? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Abonneer voor meer Minecraft. Want ja, ik doe niet alleen Survivorcraft. Maar ik doe ook andere Minecraft dingen. En dan zie ik jullie terug bij het volgende deel van Survivorcraft seizoen 2.